AGG heeft ons geholpen om een zo makkelijk mogelijk productieproces in te richten. Snijdt dat voor ons exact op maat. 100% zeker dat het past. Zeg, als we dat zelf allemaal moeten neerzetten, dan blijven we denk ik 2 keer zo lang bezig. Staalkennis zit in het DNA van het bedrijf. We zijn in de staalbouwbedrijf met de grootste eigen engineering afdeling. Onderdeel van een groep die financieel hartstikke stabiel is, zijn wij gewoon in staat tot de betere, mooiere, de beste projecten in Nederland om die te bouwen. En dat bewijst zich ook met de ads die we nu aan het uitvoeren zijn. Ik ben Kees Nieuwenhuis, ik ben directeur bij Oosting Staalbouw. En Oosting is eigenlijk al altijd heel goed geweest in het uitvoeren van complexe projecten van een bepaald formaat. Waarbij wij meedenken vanaf het begin om op zo'n manier een beter ontwerp te krijgen in technische zin, maar ook in uitvoerbaarheid. Ik ben Kees Oudsoorden, ik ben manager engineering bij Oosting Staalbouw. De architect heeft in het voortraject waar wij nauw betrokken zijn geweest, heeft vele vormen en diameters van de koepel heeft dat gekend. En wij zaten met het probleem dat wij iedere keer die vorm handmatig aan moesten passen. En daarop hebben wij een tool zoals C-Sharp en Grasshopper gebruikt, die eigenlijk het architectenmodel inleest en eigenlijk een Tekla-model bouwt. En dat gaat automatisch. 3D-informatie werd doorgestuurd naar AGG en die snijdt dat voor ons exact op maat. Ja, dan is het eigenlijk een fluitje van de cent op de montage om, daar, om de juiste passing te vinden. Dus die afweging was vrij makkelijk. AGG heeft met Tekla samengewerkt om het detailleren van buisverbindingen in Tekla te vereenvoudigen en te versnellen. Door middel van speciale detaillering tools die automatisch juiste contouren en lasvoorwerkingen genereren. Deze heeft Oosting eigenlijk perfect in haar engineeringsproces gebruikt. Dit resulteert in een eenvoudige detailleringsfase bij Oosting en een zeer korte doorlooptijd bij HGG. Het werken met ronde buizen geeft natuurlijk een aantal uitdagingen, want je kan veel moeilijker in graden iets neerzetten. En daar heeft HGG met haar scribing een perfecte oplossing kunnen bieden, waardoor we eigenlijk qua maakbaarheid en haalbaarheid van het project echt grote stappen hebben gezet. HGG heeft ons geholpen om een zo makkelijk mogelijk productieproces in te richten. En dat is door middel van de snijvoorbewerking voor de lassen en ook voor het scriben van de positie van de platen die aan de buizen komen. En dat levert ons echt heel veel voordelen op in de engineering, omdat wij veel minder tijd nodig hebben om deze productietekeningen te voorzien van maatvoering. Omdat AGG die markeringen neerzet, maakt het voor ons veel makkelijker. Als we dat zelf allemaal moeten neerzetten, dan zijn we denk ik 2 keer zo lang bezig. De moeilijke complexe elementen, dat wordt gewoon veel makkelijker met samenstellen. Mensen hoeven niet meer te gaan maatvoeren met de hand. Nee, het is eigenlijk, het staat op de buis. Dat levert ons, in productie levert het wel enorme tijdswinst op met het samenstellen. Absoluut. De ervaring die wij opgedaan hebben bij het project Amsterdam Edge Amsterdam West, die konden wij direct toepassen in het AZ-stadion. AZ hebben wij dat ook direct. Eigenlijk was het geen eens een keus of we dat dan wel of niet toe gingen passen. Als je scribing hebt toegepast, dan is eigenlijk, dat is een soort verzekering. Je weet gewoon voor 100% zeker dat het past. De foutkans op montage is echt gering.